Hey guys, hope all is well. In deze video vind je de opnames van de tweede masterclass die ik heb gegeven over het geven van webinars 2022 en beyond. En in deze masterclass ga ik het hebben over de Big Business Blauwdruk. Dus hoe maak je de transitie van bijvoorbeeld 100.000 euro met je business naar 500.000, misschien een miljoen of een miljoen plus? En, uh, en dat vind je in deze masterclass. Dit zijn de opnames van de masterclass die ik heb gegeven in een Facebook Live. Uh, in mijn besloten Facebook groep. Als je toegang tot die groep wil hebben, kun je naar winst.nl/slash groep. En daar geef ik regelmatig vette masterclasses. Dus um, dit is een hele waardevolle masterclass. De opnames hiervan vind je nu. En ik zou zeggen, enjoy. Dus vandaag ga ik het hebben over de big business blauwdruk. Um, wat ik uit ga leggen is eigenlijk hoe je de transitie maken, kunt maken van bijvoorbeeld 100.000 per jaar naar misschien 500.000 euro per jaar. Of misschien naar een miljoen per jaar. En. Um, Weet je, misschien doe je geen 100.000, misschien doe je 160.000. Of misschien doe je 34.000. Of misschien ben je startende, of misschien doe je al een miljoen, whatever. Weet je, iedereen is natuurlijk anders. We zijn allemaal verschillend. Um, maar ik ga je uh, één basisprincipe uitleggen. En daar draait zeg maar, deze masterclass om. En ik ga je een aantal praktische tips geven. En ik kan je 100 praktische tips geven, maar ik ga er vier geven vandaag. Vier waar je echt wat, uh, wat mee kunt. Ehm. Um, en één basisprincipe en als je dit basisprincipe echt goed begrijpt, dan, um, dan ga je bijna ervaren dit en dit klinkt misschien wat te groot of zo of naar mij toe of van mij naar jou toe misschien, maar dan ga je soorten met van toestemming van mij krijgen om weer heel veel joy en creativiteit en expansion in je business te krijgen als je begrijpt wat ik zo meteen met je ga delen. Nou, de vraag is... ben je klaar voor een quantum leap? Ben je klaar voor een quantum leap? En misschien denk je, oké, okay, maar wat, wat bedoelt Ilko nou met een quantum leap? Een jaar of... ik weet niet, ik geloof dat is 2013 geloof ik... of 2014 gaf ik een seminar en dat seminar heette leapfrogging. En leapfrogging is een term... Wat inhoudt dat je in plaats van stapje voor stapje voor stapje, ineens 10 of 20 of 30 stappen overslaat en ineens op een heel ander level staat. Dus het hele seminar heet de leapfrogging. En eigenlijk is het echt een verschrikkelijk lelijke term: leapfrogging. Want toen was ik nog niet bewust van de term quantum leap. En een quantum leap is eigenlijk, ik heb het even opgezocht, is een. Um, nee, dit is een verkeerde. Hmm. Dit is mijn. Dit is mijn theorie over wat een quantum leap is. Maar ik heb, een, ik heb de definitie opgezocht. Ik kom er zo meteen nog wel op. Dit is mijn definitie van een quantum leap: A commitment to something that's scary, but exciting and will alter the rest of your life. Dus een commitment voor iets wat je maakt. wat een klein beetje spannend is, maar wat de rest van je leven compleet gaat veranderen. En wat een quantum leap, als je de definitie bekijkt, is het eigenlijk dat je van het een op andere moment op een heel ander level staat of op een heel ander level um, uh, acteert, stappen zet, um, dat je ineens compleet anders voelt, dat je omgeving, dat alles ineens compleet anders kan zijn van het ene op het andere moment. Dus we zijn heel erg natuurlijk uh, geconditioneerd om stukje bij beetje, en dat is echt goed, daar is niks mis mee. Maar zou het mogelijk zijn dat het level waar je het nu op speelt, dat dat is ontstaan door een manier van denken en voelen tot nu toe. En dat doordat er iets in je systeem gebeurt. dat je ineens op een heel ander level kunt spelen. En de vraag is: ben je daar klaar voor? Ben je klaar voor zo'n quantum leap? En als je laat binnenkomen wat ik vandaag met je ga delen. is de kans aanwezig. geen garantie, maar is de kans aanwezig. dat je voor jezelf zo'n quantum leap gaat maken. En dit is natuurlijk wat ik heel vet vind. Als ik met mijn klanten werk is dit zeg maar waar ik persoonlijk heel fan van word. Dus dat ze ineens een complete quantum leap maken in hun vrijheid. Praktisch gezien, maar ook hoe ze zich voelen. Dat ze een quantum leap maken in hun inkomen. Dus dat ze van normaal ineens naar abundant gaan. Dat ze uh, een quantum leap maken in hun relatie bijvoorbeeld. Dus dat ze gewoon een goede relatie hebben en dat er ineens dat er magic is, zeg maar. Geloof je erin dat dat kan? En als je daar 100% in gelooft, dat is wel een voorwaarde... Dan kan er heel veel gebeuren. Nou, deze masterclass gaat natuurlijk in grote lijnen van... Oké, okay, webinars. Hoe kun je webinars inzetten? En een van de dingen die ik heel veel hoor van... Um, ik zet even de chat, chat, hoor. Regie zegt, kom maar door. Hoog tijd, zegt Pamela. Helemaal ready, zegt Ingrid. Uh, Jacqueline zegt, zei het gisteren al. Time to step up my game. Ready for a quantum jump. Cissy zegt, cool op alle vlakken. Dus uh, volgens mij zitten we op dezelfde golflengte met z'n allen. Dus dat is fijn. Maar we hebben natuurlijk, in deze masterclass hebben we natuurlijk over webinar, webinars. En als je kijkt naar webinars, wat ik bijvoorbeeld heel veel hoor de laatste tijd is... Ah, Facebookkosten zijn zo hoog geworden bijvoorbeeld. Dus ik betaal te veel voor mijn Facebookkosten. En tuurlijk kun je daar naar kijken. Voorheen betaalde ik dit, en nu betaal ik keer twee of misschien keer drie. En zo kun je erna gaan kijken: van oké, okay, ja, die kosten moeten omlaag. Want als ik het niet omlaag kan krijgen, dan kan ik het nooit winstgevend krijgen. En dit is de mindset van de meeste mensen die webinars geven. En die bijvoorbeeld adverteren op Facebook. Wat ik in de vorige masterclass ook al aangaf. Zolang ik webinars geef, klagen mensen al dat de Facebookkosten te hoog zijn geworden. Voorheen klaagden mensen: van, ja, ze zijn van een euro naar 1,20 euro gegaan. Het is zo duur geworden. Dit zal altijd zo blijven. Dus over een jaar klagen mensen nog steeds... over twee jaar, drie jaar, vier jaar, vijf jaar, tien jaar... klagen mensen nog steeds de Facebook-kosten... of de YouTube-kosten, whatever, wat voor kosten... per aanmelding zijn te hoog geworden. Waar je naar moet kijken... is... zijn die kosten te hoog geworden... of is een aanmelding gewoon te weinig waard voor mij? Dus zijn de kosten te hoog... of is een aanmelding... voor iemand die zich aanmeldt op mijn webinar... of op je mailinglijst... Is die gewoon te weinig waard voor je. Dus als jij bijvoorbeeld 5 euro uh, kosten hebt, dat is ook weer een woord kosten. Als je 5 euro investeert voor iemand die in jouw wereld komt, dat is een andere manier van ernaar kijken. Als je 5 euro nee, Als je 5 euro kosten hebt om iemand op je, mail op je webinar te krijgen en vervolgens ja, converteert het niet. Ja, dan heb je gewoon of dan is het minder waard dan 5 euro. Ja, dan draai je verlies, zeg maar, dat is hoe de meeste mensen er gewoon naar kijken. Dus die kosten moeten naar beneden, anders krijg ik niet werkende. Maar wat nou als je investeert 5 euro en uiteindelijk is die 5 euro die je investeert voor een persoon op je, op je webinar is uh, niet 5 euro waard of 6 euro of 7 euro waard, is misschien 38 euro waard. Zou dat kunnen? zou het kunnen dat nu bijvoorbeeld een persoon op je webinar misschien maar 5 of 10 of 20 euro waard is en dat hij naar 50 of 100 of 200 euro toe kan. Zou die mogelijkheid bestaan denk je. En stel je voor dat je vanuit die manier gaat denken, maar ook gaat stappen gaat zetten. Dat een aanmelding simpelweg gewoon veel meer waard voor je gaat worden. Dan maakt het niet zoveel uit of je nou 5 of 6 of 7 of 8 of 9 of 10 of 11 of 12 of 13 euro per aanmelding betaalt omdat een aanmelding voor je webinar veel meer waard voor jou is. Omdat jij op een hele andere manier naar business kijkt. Dus de meeste mensen spellen het speel van, oké, okay, ik geef een webinar. En ik draai een sale of ik draai geen sale. En dan werkt het wel of dan werkt het niet. En dus je doet het webinar en poef, het is weg. Zeg maar, die investering is weg. En soms werkt het wel, weet je. Dus, dus er zijn natuurlijk mensen die hebben de code gekraakt. Uh, en het werkt wel, dus ze adverteren. En ze krijgen het winstgevend en dat is van super. Maar nog steeds zijn ze super afhankelijk van dat blauwe monster van Facebook. Want het moet wel, die kosten moeten wel laag blijven, anders gaat het niet lukken. Dus veel mensen zitten in van oké, okay, het werkt wel of het werkt niet. Punt. Maar ik heb een vraag voor je. En die vraag gaat echt hierom. Dus we hebben het gehad over die kosten per aanmelding. Dat moet naar beneden, anders krijg ik niet werkende. Natuurlijk enorm schaars te denken ook. Of die investering in een persoon die in jouw wereld komt. En gisteren hebben we het natuurlijk gehad. Uh, in de vorige sessie hebben we het gehad over. die persoon die in jouw wereld komt. Die krijgt ineens een hele andere ervaring. Want het is niet zomaar gewoon een strakke presentatie. Nee, ze krijgen. en een goed model, maar ook jij. Jouw golflengte. Jouw vibe. Jouw unieke zijn, zeg maar, die krijgen ze er ook bij. En daarmee alleen al, zeg maar, als je dat alleen al zou toepassen, ga je zien dat een investering in een persoon die in jouw wereld komt veel meer waard gaat worden op lange termijn en ook op korte termijn al. Dus je kunt zien, dus, uh, kosten zijn te hoog, dus het werkt niet meer. Of je kunt kijken, oké, okay, hoe kan ik gaan investeren? En mijn vraag aan jou is, wat is er met je creativiteit gebeurd? Wat is er met jouw creativiteit gebeurd? Waar je nu staat, en ik ga super generaliseren nu. Hè. Waar je nu staat, is een optelsom van al jouw creatieve stappen die je hebt gezet. En toen jij begon met je business. Had je allemaal nieuwe ideeën van dingen die je kunt doen. En ben je ook maar gaan doen. En vanuit daar sta je nu waar je nu staat. En ik ga ervan uit dat het goed is waar je staat, ongeacht waar je staat, want je hebt gecreëerd wat je tot nu toe hebt gecreëerd. Dus daar mag je trots op zijn. Ook al gaat het niet zo goed, mag je nog steeds trots zijn op hetgeen dat je ondernemer bent geworden. En dat je die stap hebt gezet. Zou je weer terug willen naar waar je voorheen was? Maar in de tijd van starten naar waar je nu bent, is een mogelijke moment gekomen. Of misschien wel tientallen of honderden momenten. Dat je creativiteit een klein, klein beetje is, is beperkt. En als je nu kijkt naar het level van creativiteit wat je nu ervaart ten opzichte van waar je voorheen was, is de kans aanwezig dat dat vele malen lager is dan toen. Hoe wil jij de aankomende jaren echt gaan winnen? Hoe wil je een quantum leap gaan maken? Met een steeds meer beperkte, steeds meer beperkte uh, creativiteit? Gaat niet lukken. Dus we zijn geconditioneerd en we raken steeds meer geconditioneerd om te denken in beperkingen in plaats van mogelijkheden. En wat ik je gun, is dat je weer helemaal open gaat staan voor die mogelijkheden. Dus mijn uitnodiging voor jou is om weer het grotere plaatje te gaan bekijken. We, zijn, we leven in een box, we denken in een box. Van hier, dit is die box waarin we denken, zeg maar. En we, we, we ja, onze ervaring tot nu toe en wat we zien bij anderen. Maar het is super beperkt hoe we denken, maar als je het grotere plaatje weer gaat bekijken. En alles is in mogelijk, dan zit je echt niet met te zeuren over dat die Facebook kosten een paar euro omhoog zijn gegaan. Want jij ziet het grotere plaatje en jij denkt quantum. Jij denkt gewoon veel groter en je voelt die mogelijkheden weer. Dat er iets compleet anders voor je beschikbaar is. En dat dat niet per se maanden of jaren hoeft te duren, maar dat het er ineens kan zijn voor je. Dus wat ik je gun is dat je gaat ontstressen. Dat je gaat ontstressen dat je die spanning die er nu misschien nog op zit dat je dat er probeert af te halen of hopelijk er helemaal afhaalt, dat je kan ontspannen. En dat je vervolgens jezelf de toestemming geeft en ik geef je bij deze de toestemming om knetter creatief te gaan worden. Om knetter creatief te gaan worden. En dat is ervoor nodig om naar een compleet ander level te gaan. Een level wat je nu misschien niet eens kunt bevatten, maar waar je wel klaar voor bent. Dus de vanuitgaande dat je webinars meer jij zijn, waar we het in de vorige sessie over hebben gehad, dat die webinars meer van nu zijn, niet meer het oude model, maar meer van nu zijn. Je bent geconditioneerd om je creativiteit te beperken, maar wat ik je gun is dat je je creativiteit gewoon gaat omarmen met alles wat je hebt. Dus ik kom nu met de million dollar question. En voor sommigen van jullie is dit echt de million dollar question, hopelijk de multi million dollar question. En dit is ook direct de big idea van deze masterclass. De, 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 de vorige masterclass was de big idea van: oké, okay, zorg ervoor, weet je, goed model is belangrijk, maar jij, jij moet erin zitten. Ze moeten jou voelen. Jij moet creatief zijn. Jij moet zeg maar. Dat was de big idea van de eerste masterclass. De big idea van deze masterclass wil je de transitie maken van bijvoorbeeld 100.000 euro naar 500.000 euro of naar een miljoen euro? En yes, ik ga met praktische tips komen zo meteen. Dus ik ga een aantal praktische ideeën geven over hoe je met je webinar-game die transitie kunt maken. Maar dit is iets meer een overkoepelend, een iets grotere, grotere denkwijze zeg maar. De en ik had in de vorige masterclass hier ook naar gerefereerd... ...want ik heb het in een podcast genoemd onlangs. De big idea van deze masterclass is de volgende vraag... ...en dit is de million dollar question of de multi-million dollar question voor jou. What else is possible here? What else is possible here? Wat is hier nog meer mogelijk? Dit is wat de meeste mensen doen. De meeste mensen die gaan inderdaad Facebook ads naar een webinar... ...en als het werkt dan zijn we blij... ...en als het niet werkt dan zitten we te klagen. Het werkt niet. Maar er is zoveel mogelijk... Facebook ads naar een webinar, dat is één ding. The big idea, what else is possible here? What else is possible here? En ik ga zo meteen ga ik een aantal ideeën geven, praktische ideeën die je kunt toepassen van what else is possible here. Maar what else is possible here? Facebook ads naar een webinar, het werkt wel of werkt niet? Oké, okay, we, we hebben in de vorige maskers hebben we zeg maar gekeken van oké, okay, hoe kunnen we um, hoe kunnen we beter maken? Nou, dat is al possible, dat je gewoon veel meer creativiteit in je webinar zelf. Maar om je webinar heen en in je business zelf, what else is possible here? Dus so, oké, okay, ik ga adverteren naar een webinar via Facebook Ads. Oké, okay, cool. What else is possible here? Ja, ik zou natuurlijk ook een vette video kunnen doen voor Facebook Ads. Oké, okay, what else is possible here? Ja, ik kan een uh, foto met een plaatje doen, maar ik kan ook gewoon echt een verhaal vanuit mezelf vertellen, die gewoon mega pakkend is, en dat is advertentie doen. Oké, okay, what else is possible here? Ik zou natuurlijk ook gewoon een vraag kunnen stellen in mijn advertentie... ...en dat mensen daarop moeten reageren en dat wij er weer op reageren... ...en dat we zo, oké, okay, meer engagement hebben. What else is possible here? Oké, okay, als iemand zich aanmeldt voor mijn webinar... ...hoe vet is het dat we dan um, de mogelijkheid geven... ...en dat is een van de tips die ik zo meteen ga geven... ...om ook een één-op-één sessie te doen. Oké, okay, dat is cool. What else is possible here? Weet je, en dat je zo aan jezelf de vraag stelt... ...what else is possible here? Wanneer ben je klaar... ...dan mag je in de chat mag je dat aangeven... Wanneer ben je klaar met de vraag, what else is possible here? Wanneer ben je daarmee klaar? Dus de vraag die je zelf stelt, what else is possible here? Wanneer ben je daarmee klaar? Wanneer ben je klaar met antwoorden, denk je, daarop? Ik vind het heel mooi in dit boek van Keith Cunningham, The Road Less Stupid... staan iets van 200 thinking time vragen in. Thinking time is dat je met jezelf gaat nadenken over je business. Weet je, um... ik ben de uitspraak is een beetje aan het blanken in mijn hoofd, maar er is een uitspraak, niet van Keith kan ik weet niet van wie, maar die uitspraak is iets van: the world's greatest problems stems from the inability of a man not being able to sit alone in a room. Vertaling is: de grootste probleem in de wereld of de grootste problemen voor onszelf. Ontstaan eigenlijk doordat we simpelweg niet goed genoeg nadenken met onszelf. Weet je, dus we malen misschien wel de hele tijd, maar echt strategisch nadenken is iets wat we niet echt doen. Als jij jezelf de vraag stelt: What else is possible here? Wanneer ben je daarmee klaar? Never nooit niet, zegt Esther. Die vraag kun je iedere keer opnieuw stellen, zegt Kathleen. Nooit, zegt Mo. Nooit, zegt Anahi. Nooit, zegt Mireille. Nooit, zegt Mandy. Minimaal vijf lagen diep. Never ending question. En als je dit doet, wat is er dan mogelijk? Wat is er dan mogelijk met alleen al je webinars? Weet je, misschien zie je dat ik bepaalde dingen anders doe dan anderen, met bijvoorbeeld, met bijvoorbeeld mijn webinar. Of met bepaalde strategieën. Hoe kan dat? Ik stel mezelf de vraag, what else is possible here? Wat gebeurt er bij je? Dus mag je ook wel in de chat aangeven, wat gebeurt er bij je? Als je deze vraag blijft stellen. Dus je bent aan het, je thinking time je bent aan het nadenken. Je bent strategisch aan het brainstormen over hoe je business van 100 naar een miljoen kunt krijgen. En je blijft jezelf de vraag stellen: what else is possible? Here? Wat gebeurt er dan met je? Wat gebeurt er dan met je? Geef het aan in de chat. Dan neem ik weer een slokje van mijn thee. Je gebruikt je creativiteit, zegt Camille. Creativiteit groeit, zegt Johan. Je blijft jezelf uitdagen, zegt Pamela. Flow is what happening. Je blijft uitgedaagd om naar mogelijkheden te kijken. Dan gaat mijn creatieve brein los, zegt Anneke. Je wordt toch creatiever, zegt Natasha. Dan kan het gaan stromen, zegt Nana. Dan komt het enthousiasme om kansen te pakken. Tetsja zegt dan: Oh, dan kijk ik buiten mijn blinde vlekken. Ruimte, zegt Marielle. Geeft ruimte en vrijheid, zegt Gerry. Ik krijgt zoveel ideeën. Wat is een ding wat, wat de gemiddelde businesscoach um, als advies zou geven wanneer het gaat om creativiteit? Wat is zeg maar, het gemiddelde advies wat, wat men zou geven? Hoe moet je je gedragen? Wat moet je doen, zeg maar? Wat is belangrijk voor jou om succesvol te worden als bijvoorbeeld businesscoach of als coach of als internetondernemer of dan ook? Wat is belangrijk voor jou om, um, om te doen? Dus Nanna zegt inperken. Um, even kijken. Veel comments, dus dat is tof. Um, er zijn nog veel andere van de vorige vraag. Dus dat is ook allemaal top. Uh, rustplannen zegt Sandra, wat een businesscoach zou zeggen. Uh, Helene zegt dat je als een robot steeds hetzelfde werk moet doen. Uh, zichtbaar zijn, zegt Anne. Um, focus zegt Jennifer, dit is wat, wat ze zeggen... allemaal zeggen. Durven zeggen, is wat business coach. Gemiddelde business coach stelt me vaak voor om alles uit te stretchen over lange termijn. Om wel lang geld te verdienen. Um, I get it, nana, no worries. Doorgaan, zegt Peter. Dus oké. Okay. Gemiddelde coach, wat ze zeggen is: je moet focus hebben. Je moet focus hebben, je moet één ding doen of je moet gewoon iets doen en dan eerst afmaken en alles. En er zit natuurlijk waarheid in. Het is niet dat dat niet waar is. Alleen wat er vaak gebeurt, is dat wij onszelf gaan beperken op basis van advies of hoe andere mensen doen, of wat dan ook. Een van mijn grootste rolmodellen, ik zal hem zo meteen wel laten zien, is Richard Branson. Richard Branson heeft 500 bedrijven. Die gast is niet gefocust. Weet je, die is niet elke dag hetzelfde aan het doen. Nee, die is knetter creatief. Hoe, hoe denk je dat Elon Musk zo extreem succesvol is? Dat toen, omdat zijn brein de hele tijd nadenkt over ideeën. Denk je dat Steve Jobs zijn meest briljante ideeën kreeg... omdat hij gewoon heel gefocust met iets, iets aan het afmaken was? Nee, tuurlijk niet. Zij stellen zich dezelfde vraag. What else is possible here? En dan komt er uit jou... komen er dingen die gewoon magic zijn. En dat is wanneer je weer uitzonderlijk wordt... ten opzichte van je concurrenten bijvoorbeeld. En, dat het gewoon, en daar gaat het niet eens om. Dat het gewoon gaat stromen. Dus vandaag geef ik je kort een aantal ideeën. Vier strategieën... Um, die zijn ontstaan eigenlijk door mezelf de vraag te stellen: What else is possible here? Ik heb honderd strategieën, maar vandaag deel ik er vier met je. En het gaat om de big idea dat je van mij de toestemming krijgt om jezelf de vraag te stellen: Wanneer je met marketing bezig gaat, of je business laat groeien? What else is possible here? Betekent dat dat je elk idee uh, wat je hebt moet gaan uitvoeren? Nee, tuurlijk niet. Laat die, die fantastische ideeën even een dag of twee dagen landen. Schrijf ze op. Er zitten een paar bij die zijn gewoon briljant. En dat kunnen, dat kunnen, die kunnen zorgen voor bijvoorbeeld die quantum leaps. Dus iets anders wat iedereen zegt. Think bigger. En dat is goed. Ik gun je en ik daag je uit en ik nodig je uit om groter te denken. En niet zozeer, en ik vind het een mooie, niet zozeer. Ja, tuurlijk kun je groter denken als in doelen. Ik wil grotere doelen stellen. Ik vind het veel mooier. Dat je voor jezelf de keuze maakt wanneer het gaat om groot denken. om jezelf groter voor je te zien. En niet groter als in dat je nu bent, maar jezelf te zien voor wie je daadwerkelijk bent. Hoeveel mensen in jouw omgeving zien in jou een grotere versie? Heel eerlijk, zelfs heel, hele grote ondernemers, zelfs mensen die heel veel mensen om zich heen hebben. die worstelen hiermee dat mensen om hen heen niet in hun de grotere versie zien. En daarmee ook wordt het steeds moeilijker voor onszelf... om in onszelf die grotere versie te zien. En helemaal in Nederland is dat echt een ding natuurlijk. Dat we niet worden gestimuleerd om die grotere versie van onszelf te zien. In België, mag ik wij zeggen. Dus think bigger, dat is een goed idee. Zie jezelf niet groter voor je dan je nu bent, want je bent al groots... Alleen je moet het alleen nog even in jezelf zien. Als het gaat om de praktijk nu, qua marketing, think smaller. Dus je kunt massa doen. Wat eerder over hadden, je kunt Facebook ads doen en hopen dat het maar werkt, zeg maar. Nogmaals, niks mis met Facebook ads. Maar je kunt ook denken van, oké, okay, what else is possible here? Misschien moeten we één op één gaan toevoegen in onze business. Dus ik doe mijn webinars en we doen één op één, bijvoorbeeld. Sorry, we doen, uh, we doen sales via webinars. Maar kan het zo zijn dat een heel groot gedeelte van jouw following, mensen op je mailinglijst, mensen die je volgen, nooit op een webinar zullen komen? Hoeveel procent denk je, mag je al in de chat aangeven? Hoeveel procent van jouw mailinglijst of jouw following, gevoelsmatig hè, zou nooit naar een webinar toe komen? Dus hoeveel procent van je following zou nooit naar een webinar toe komen? Wat denk je, gevoelsmatig? Sander zegt 30%. Uh, 75% zegt Natasha. Uh, 50% zegt Marieke, 70% zegt Mireille. 50% zegt Anneke. 60% zegt Marielle. 0% zegt Marco. 50% zegt Petra. 60% zegt Camille. Dus het, het, het overgrote gedeelte van je mailinglijst, of van je following, of van de mensen die in jouw wereld zitten, die zullen nooit naar een webinar gaan. Ik kan me niet herinneren de laatste keer dat ik naar een webinar ben geweest. Dus daarmee ben je direct al 50, 60, 70% van je following... ...ben je eigenlijk al kwijt. Ik bedoel, ik ben half man, half webinars. Hè? Dit is een webinar wat ik nu aan het doen ben. Dus ik hou van webinars. Webinars, aankomende 10 jaar, primair onderdeel van onze business. Maar ik ben er ook van bewust dat niet iedereen naar webinars komt. Dat is natuurlijk zonde als 50, 60, 70, 80% van... Hetgeen wat je hebt opgebouwd, dat die um, niet op je webinar komen en daarmee dat je gewoon geen business met hun kunt doen. Een hele mooie toevoeging, what else is possible here, is één op één, dat je één op één sales gaat doen. Ik noemde het altijd connective selling. Ik heb onlangs een aantal grote doorbraak gekregen wanneer het gaat om één op één sales. Het is veel meer de magic van één op één marketing en ik noem het nu eigenlijk magic selling. Dus dat je één op één gesprekken kunt voeren. Of jij het nou doet of dat je iemand anders uit bijvoorbeeld uit je team het doet, of dat je het uitbesteedt of wat dan ook. Maakt niet uit. Maakt wel uit, maar ga ik nu niet te diep op in, moet ik zeggen. En daarmee voeg je gewoon een extra potentieel enorm grote inkomstenstroom toe aan wat je al doet met bijvoorbeeld je webinars. Terug naar het begin van deze presentatie. Zijn je Facebook ad ad Facebook, pooh, Facebook ads kosten te hoog? Of is een aanmelding gewoon te weinig waard voor je? Kan een aanmelding voor... of je webinar, of misschien je mailinglijst... ineens veel meer waard worden? Doordat je... magic selling toevoegt. Dus om een voorbeeld te noemen. Stel je hebt een mailinglijst van... duizend man. En je doet 50.000 euro omzet per jaar. En de meeste van die omzet... komt uit die mailinglijst. Dan kun je zeg maar... Berekening maken dat duizend man is 50.000 euro waard. Dus elke persoon op je mailinglijst is 50 euro waard. Dus duizend keer 50 is 50.000 euro. Um, zo kun je die berekening maken. Maar wat nou als elke persoon in jouw wereld. Nogmaals, hoeft niet per se een mailinglijst te zijn. Kan ook je following op Instagram zijn. Kan overal zijn, zeg maar. Wat nou als die value, die waarde per persoon. exponentieel groeit ineens? Doordat je één. What else is possible here? idee toevoegt bijvoorbeeld magic selling. Ik zal hier een vo mooi voorbeeld uh, noemen van Fabian. Dit stond op zijn facebook page. Um, ik had een een op een magic selling gesprek met hem. Heel mooi, inspirerend, fijn, uh, relaxed gesprek, Wrijvingloos. En tijdens dat gesprek maakt Fabian de keuze: oké, okay, ik ga, ik ga een op een met Ilko werken. En hij doet een investering van 50.000 euro. Voor één op één met Ilko. Dus twee pakketten. Eentje van 50.000 en eentje van 100.000 euro. Hij heeft gekozen voor 50.000 euro. Dit allemaal door één gesprek via Magic Selling. Nanna zegt door zijn post zit ik nu aan mijn schermpje hier. Dankjewel, Fabian. Dankjewel, Nana. Um, en nu zie je ook een beetje hoe dat gaat, hè. Zal ik zo meteen ook al op. Uh, dus Doordat Fabian die investering doet, is Nana nu hier ook op deze, bij deze masterclass. En is hij dus niet alleen een, 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 een bepaald uh, waardebedrag, zeg maar, wat toegevoegd wordt aan de business. Ik ga het meteen hebben over wat voor hem waard kan zijn, maar hij neemt mensen mee. Bijvoorbeeld in dit geval Nana. En als ik. De keuze had gemaakt van nee, ik denk beperkt en we doen niet magic selling, dan was Fabian niet nu in mijn wereld en was ik niet op deze manier in zijn wereld. Dus één idee, in dit geval 50.000 euro toegevoegd aan de business en voor hem hopelijk mogelijk veel meer natuurlijk, zal ik zo meteen uitleggen. En ook hierbij is weer interessant. We moeten beperkt denken, we moeten focussen, dat soort dingen. Hoe Fabian uh, bij mij is gekomen. is Hij deed een investering van 77 euro voor een, een, een programma. Wat ik had gecreëerd uh, in het begin van de pandemie. En hij kende mij niet. Hij deed ook een beetje lacherig over mij. Van wie is die gast? En dat, ik vind het allemaal wel grappig. En hij zat voor zijn tiny house met zijn vriendin. Zat hij een webinar van mij te volgen. En daarin deed ik een aanbod van 77 euro. Webinar: 77 euro, dat is toch geen aanbod? Ja, dat is een aanbod. Hij volgt dat, vervolgens doet hij de upgrade naar Mastermoves van 2500 euro. Hij volgt, um, volgt uh, Mastermoves, gaat mee aan de slag. En met Mastermoves is hij dusdanig succesvol, heeft hij een fantastische business uh, opgezet, heeft hij, um, ik zal het aantal, ik ga geen bedragen noemen, maar enorm gegroeid met duizenden en duizenden en duizenden boeken dat zijn wel bedragen, zijn getallen, maar niet specifiek. En een online programma en alles. Dus daarmee heeft hij is zijn hele wereld veranderd. En is voor hem is de keuze om de transitie te maken naar 2500 euro coaching naar 50.000 euro coaching is eigenlijk een no-brainer. Ik had dat gesprek met Fabian en zijn vriendin die zat ernaast. Ik wist niet dat zijn vriendin meeluisterde. En uh, dus ik leg uit één op één met mij werken in, in dit, hoe we dit gaan doen is 50.000 euro. En, um, en hij zegt, ja, dat gaan we doen. En ik hoor zijn vriendin en ik zeg, joh, wat, wat vind jij ervan? En zij zegt tegen hem, of tegen mij, van hij moet dit echt gaan doen. Ik gun hem dit echt enorm. En um, dus het is een, een, een grote investering, voor hem ook een grote investering. Maar het is niet de investering, het is een commitment voor wat hij uiteindelijk wil gaan doen. Hij heeft waar hij twee jaar geleden staat versus waar hij nu staat, is geen vergelijking. Is geen vergelijking. Waar hij nu staat ten opzichte waar hij over twee of drie of vier. Nou laat ik het zo zeggen, waar hij nu staat ten opzichte van zijn dromen. Hij heeft hele mooie dromen en ambities. Dit is een commitment voor hem naar die dromen. Dus die 50.000 euro voor hem is hopelijk meerdere miljoenen waard op lange termijn. Niet dit jaar, hij gaat niet dit jaar. Meerdere miljoenen doen we. Of misschien denk ik te beperkt. Kan natuurlijk ook. Um, maar het gaat meer, hopelijk meerdere miljoenen doen. En niet alleen dat, ook de lifestyle. Weet je, alles. Weet je, het is, het is niet al oh, puur geld. Weet je, dat is niet het ding. Maar toen ik deze slide aan het maken was, dacht ik, ja, uiteindelijk kan het maar zo zijn dat hij uiteindelijk ook voor mij minimaal een miljoen euro gewoon rechtstreeks al waard is qua. Dat hij gewoon jaren en jaren en jaren, jaren en jaren met hem gaat werken. Niet alleen om, um, om de business, maar omdat het gewoon cool is, omdat het gewoon vet is. Dus ik heb dat miljoen hier neergezet van oké, okay, dat komt er uiteindelijk misschien ook nog gewoon puur op lange termijn bij. What else is possible here? Dat alleen al die intentie dat een klant niet 10.000 waard is of dit of dat. Nee, dit is gewoon unlimited waard is zeg maar dat is dat is hoe we moeten gaan denken dus bekijk het grotere plaatje en denk long game in 2013 het was een verkleed partijtje op necker island 2013 was ook necker island privé island van richard branson en aan de linkerkant zie je joe polish rechts Yannick silver en links zie je joe polish <clears throat> en joe is de eigenaar van genius network en um... Dit was zeg maar voor het eerst. Ik had die investering gedaan naar Necker Island te gaan. Dat was 40.000 voor, voor een week. Um, Quantum leap voor mij. Niet alleen die investering, maar gewoon dat ik ineens... een week lang met een groep ondernemers was... en Richard Branson een week op zijn eiland. Quantum leap. Heeft mijn hele leven veranderd. Compleet veranderd. Daar ben ik onderdeel geworden... van Genius Network. Dus, uh, dat heet 25K. 25K... De, de, de bijnaam zeg maar van Genius Network. 25.000 dollar betalen mensen om daar onderdeel van te zijn. In 2000, oké, okay, paar jaar geleden, heeft Joe naast 25k group heeft hij ook een 100k group gestart. Ik zat al een x aantal jaren in Genius Network en het moment dat ik de keuze maakte om mee te doen met de 100k group was voor mij ook in mijn mind ook weer een quantum leap. van oké, okay, ik, ik ga op een andere manier ga ik ...in het leven staan, simpelweg al... ...door... Um, ...de commitment die ik daar maak. Dat ik die investering doe... ...maakt al een enorm verschil... ...in mijn mind. Dus ik zou bijna... ...en het klinkt gek wat ik nu zeg, maar ik zou bijna niet eens... ...naar die groep toe hoeven... ...omdat ik gewoon voor mezelf de keuze gemaakt heb... ...dit is het level waarop ik speel. Nou, waarom zeg ik dit? Ik heb tegen Joe gezegd in het eerste of het tweede jaar dat ik in Genius Network zat was dus die 25.000 dollar per jaar. Dit is voor mij een commitment van 10 jaar. Dus ik betaal je niet 25.000 dollar, ik betaal je 250.000 dollar. Niet dat ik hem 250.000 dollar heb gegeven voor de duidelijkheid. Ik heb hem nu meer dan 250.000 dollar gegeven, maar niet dat ik op dat moment zei van oké, okay, hier heb je 250.000 dollar, maar hierbij heb je mijn woord. Dit is een commitment van mij van 10 jaar. Ik zit in deze groep voor 10 jaar minimaal. Dus elk jaar zal ik 25.000 dollar betalen. Investeren. Dat is de long game. Ik zit er niet in van, oh, ik, ik moet binnen een jaar dit en dit eruit halen, wat dan ook. Ik ontspan erin en ik weet van, oké, okay, ik zit hier in een long game. Het voelt gewoon voor mij heel goed. Dus jij hebt belezen mijn 10 jaar commitment. Nou ja, een paar jaar terug, 100k group, ik heb een nieuwe commitment gemaakt. Ik ga uh, de commitment maken om de aankomende 10 jaar in de 100k groep te zitten. Dus ik maak niet die keuze van um, Oh, ik ga kijken wat ik eruit kan halen. Wat is er? Het is allemaal scarcity. Het, is allemaal, het schiet gewoon niet op. Ik kijk long game. Minimaal tien jaar. Als je op die manier denkt, wordt alles zoveel rustiger en relaxter. Waarom zeg ik dit? Ik ben voor Joe, weet je, ik ben nu al heel veel waard als, als persoon, zeg maar. Wat ik doe in een groep en wat ik bijdraag en alles. Mensen die erin komen, alles. Maar financieel gezien ook ben ik voor hem minimaal een miljoen dollar waard. En waarschijnlijk nog veel meer. Long game. Hij denkt long game. Hij denkt, what else is possible here? Nou, terug naar de praktijk. De um, magic combo. De magic combo, als je kijkt naar de praktijk, is webinars en 1 op 1 sales. Dus webinars en 1 op 1 sales, ik noem het een magic selling. Mensen volgen een webinar. Sommige mensen volgen niet een webinar. Als we het webinar volgen gecombineerd met één-op-één, werkt heel goed... op voorhand of naderhand. Dus je kunt zeg maar... voordat iemand een webinar volgt, kun je een één-op-één gesprek voeren... en misschien dan wel closen. Of dat ze dan closen op het webinar. Of mensen kunnen een webinar volgen... dat je daar wel gewoon aan het closen bent voor je vervolgtraject. Uh, en dat ze daarna optioneel nog een één op een sessie kunnen doen. Weet je, dat, dat, dat doet wat. Het doet wat. Iemand kan gewoon een één op een sessie doen. Of je kunt, what else is possible here... kijken hoe kunnen dingen... combineren met elkaar... Iemand die een webinar heeft gevolgd van een uur of twee uur en dan op één één op één gesprek voert, is veel warmer, is veel meer vertrouwen. Is veel meer open dan wanneer het puur alleen een één op één is. Dus die combinatie is gewoon een hele goede. Nou, dan misschien de vraag: ja, maar hoe, hoe kom ik aan die sessies? Nou, er zijn heel veel manieren om aan die sessies te komen. Eén super praktisch ding wat ik met je wil delen, ik noem het de thank you page mini video. Je ziet hier letterlijk een mini video van twee minuten en 48 seconden. En wat ik daar zeg is: "Yo, Thanks voor je aanmelding. By the way, als je ook nog een 1 op 1 sessie wil hebben, klik hieronder even op de link. Dat is een Goede combinatie met het webinar. Misschien doen we het voor of daarna. Klik gewoon op die link en je uh, kunt een 1 op 1 sessie inplannen. That's it. 2 minuten en 48 seconden. Ongeveer 10% van de deelnemers van je webinar, aanmelders van je webinar, die doen dat ook. Zo so simpel. Gewoon op de, de thank you page, de, de pagina waar mensen komen nadat ze zich hebben voor je webinar. Simpel videootje. 10% doet dat. Daar kun je potentieel dikke deals uithalen ook bijna niemand die dit doet. Bijna niemand die dit doet, maar het werkt. Nou, ik heb natuurlijk een klein beetje een voorzetje gegeven, was niet eens de bedoeling. Maar als je het hebt over een commitment maken. Dus als je het hebt over een commitment maken, als je kijkt naar jouw klanten of bij jezelf misschien. Nou, laten we zeggen naar je klanten. Wat is de beste type commitment die iemand kan doen? Dus wat is de beste type commitment die iemand kan doen? Dat iemand kan doen. Die commitment, dat commitment. Um, wat is de beste type commitment dat of die iemand kan doen? Wat, uh, wat denk je? Laat ze weten in de, in de chat. Schrik er nog even een theetje bij. Um, Reggie zegt een long game commitment. Als je een praktische maakt, nog praktischer. Met mij willen werken, zegt Miraije. Komt wel iets meer in de buurt. Dus Miraije doet een webinar of een één op één gesprek wat dan ook. Um, dan kunnen mensen zeggen, oké, okay, dankjewel voor de inspiratie. Of je kunt met me werken. Maries zegt investeren in jou voor de long term. Um, een flinke investering, zegt Johan. Uh, zichzelf stretchen als hij zij bij jou instapt. Financieel stretchen bijvoorbeeld. Harm zich betaling zodat als een verplichting voelt. Misschien uh, klopt, maar misschien is de bewoording net wat minder chic, maar dat maakt niet uit. Um, dus dat is wat het is. Dat is wat het is. De beste type commitment die iemand kan doen is eentje met hun wallet. Je kunt. ...naar de gym gaan. Je kunt dat voornemen helemaal op, op 1 januari... ...om fitter te gaan worden. Oké, okay, ik ga een paar keer per week naar de gym. Of je kunt een financiële commitment maken aan een personal trainer... ...zeggen, oké, okay, we gaan drie, vier keer per week gaan we trainen... ...voor aankomend jaar en hier is de betaling voor aankomend jaar... ...of aankomend half jaar. Dat is een commitment. Dat is de beste type commitment. De beste type commitment die iemand kan geven... ...is een financiële commitment... En weet je, de, de, de manier van denken van veel van ons is als wij bijvoorbeeld commercieel zijn, of weet ik wil goed confronteren op een webinar, of goed kunnen close op een sale, whatever. En dit is waar ik in de vorige masterclass ook over had, heel veel. Webinars die worden gegeven waar het puur om intuïtie draait, bijvoorbeeld, maar er wordt bijvoorbeeld niet echt geclosed. Er worden geen deals gemaakt, er worden niet echt commitments gemaakt. Want het is allemaal kumbaya bij wijze van. Ze kopen niet bij jou omdat je niet ervoor zorgt dat ze die commitment maken. Vervolgens een week later zitten ze in iemand anders een mastermind groep. Waarvan je weet van shit man, veel beter had ik ze kunnen helpen. Wat we moeten willen is die commitment, die betalingen, die investeringen, dat we daar volledig open voor zijn en lekker binnen laten komen. Want dit is de enige manier en de beste manier om iemand echt verder te helpen. Tuurlijk kun je gratis content doen, tuurlijk kun je podcasts doen, kun je gratis webinars doen, kun je gratis posts schrijven, al die dingen. En tuurlijk kun je daar mensen mee helpen. En ik denk dat dat ook onze intentie moet zijn om. En natuurlijk betaald mensen het helpt, maar daarnaast ook gewoon onze blessings de wereld in te sturen. Maar niets komt in de buurt dan een financiële commitment, een financiële investering. En dat zorgt voor die quantum leap. Die quantum leap is dus, weet je, in het geval van bijvoorbeeld Fabian die doet een investering van 50.000 euro, dat verandert alles voor hem. Heeft al heel veel vorm veranderd. Als je kijkt naar zo'n 100k investering, verandert alles. Mijn eerste investering was 1000 dollar. En 2004 was dat. Wauw, wat heeft dat een impact op mij gemaakt? 1000 dollar. Moest ik in drie termijnen betalen. Ik maakte die investering in een doos met wat dvd's. Waarin ik kon leren hoe ik een internetbusiness kon opzetten. 1000 dollar. Die investering had ik in, binnen uh, 12 maanden. Binnen 12 maanden. Nee, sorry. Binnen 18 maanden had ik hem 1500 keer terug. Omdat ik die investeerde. Het was voor mij een quantum leap. Oké, okay, ik ga niet meer. Ik was een jaar lang was ik aan het scrollen op gratis forums. Ik maak één investering van 1000 dollar. Dat was voor mij de knop, oké, okay, I'm gonna play this game. Ik ga dit doen. Een jaar of 18 maanden later had ik 1500 keer mijn investering terugverdiend. Had ik anderhalf miljoen omgezet met die ene investering van 1000 dollar. Dus mijn definitie, a commitment to something that's scary but exciting and will alter the rest of your life. Die investering van 1000 dollar van mij in 2004 was scary, maar het was exciting. Ik kon niet wachten tot er die doos kwam. Tot er die doos met dvd's kwam, binnenkwam. En ik heb mezelf drie dagen opgesloten in mijn slaapkamer, want daar stond de dvd-speler. Ik heb aantekeningen gemaakt en bam, dat was hem. Ook die investering van 100.000 dollar was ook scary but exciting. Van wauw, shit, dit is echt is bizar eigenlijk. Maar exciting. En ik kan allemaal verhalen vertellen wat dat voor mij heeft betekend. Maar dat ga ik nu niet doen. Dus wat zou er gebeuren? Wat zou er gebeuren als jij... Um, stel, en ik zeg niet dit is een... een Uh, een thought experiment, zeg maar. Dus even een, een gedachte-experiment van oké, okay, gevoelsmatig, puur gevoelsmatig. Stel je voor dat jij de keuze maakt, ongeacht of je het geld hebt of niet. Dus dat staat er nu in principe los van. En niet denk van oh ja, stel je voor dat ik 10 miljoen heb, dan nee, maar gewoon, stel je voor dat jij nu met het level waar je nu op zit, weet je. En ik weet niet wat het level precies is, want we zijn hier met veel mensen tegelijk. Maar op het level waar je nu op zit, ongeacht het level waar je nu op zit. Stel je voor dat jij een investering in jezelf zou doen van 50.000 euro. Je doet een investering van 50.000 euro voor iets. Weet je, en dat bedoel ik niet een auto, maar bijvoorbeeld een, echt een, een, een investering in jouw grotere zelf. In het ideaal dat je voor je ziet, in de dromen die je wil... Realiseren. Het, het, het leven wat je wil, wat je nastreeft. Je grootste verlangen is dat je echt die commitment daarvoor maakt. Of het nou bij mij is of bij iemand anders, maakt niet uit. Maar je zou een investering doen van 50.000 euro. Hoe zou dat voelen voor je? Heel eerlijk. Dus als je dat in de chat wil aangeven, hoe zou het voelen voor jou als je 50.000 euro zou investeren? Wat zou dat doen met je? Heel eerlijk. Um, Mandy zegt auw. Oh, en ik vind het interessant, Mandy. Wat, nog meer? wat zou het nog meer met je doen, Mandy? Um, Bena zegt 100% commitment en vertrouwen naar mezelf. Johan zegt een bit scary. Wat zou het nog meer voor je doen, Johan? Uh, Harm zegt: Ik haal er alles uit wat erin zit. Beangstigend zegt Marielle. Marielle, wat zou het nog meer met je doen naast dat het beangstigend is? Marco zegt empowerment. Nanna zegt, doodeng en mega exciting. En wat zou het nog meer met je doen, Nanna? Dus blijf even doorgaan met die comments, vind ik tof. Evelien zegt, wow, spannend en trappelend als een kleinkind met Sinterklaas. Kathleen zegt, je komt meteen in de actiestand. Helene zegt, zou het doodeng en super kicken voelen. Um, Anneke zou zeggen, eng, maar zou er dan ook vol voor gaan? Camille zegt, waardevol en eng, maar wel voor 100% voor gaan. En voor iedereen die comments achterlaat... Wat zou het nog meer met je doen? Noem eens nog één ding. Um, Ingrid zegt: Ik zou willen zeggen dat ik het beschikbaar heb. Exciting to get there. Um, Margot zegt: uh, Succesvol dat ik die mogelijkheid heb. Mirei zegt: uh, Wat zou ik nog meer doen? Heftig. En in termijnen, maar dan geeft het wel aan wat ik wil. En waar ik mijn dromen realiteit omzet. Most not scary but exciting. <laughs> Sebastian zegt: Uitleggen aan mijn vrouw. Dat is ook een interessante. Um, en Mandy vroeg ik net van oké, okay, ze zei scary of eng. Um, of nee, oud, zei Mandy volgens mij. Ik zei wat zou we meer met je doen? Super spannend, alsof je met een paraplu uit een vliegtuig springt. Maar ik weet dat je dan ook meteen jezelf als een grotere ondernemer gaat voelen en gaat, gaat gedragen. Bert zegt spannend en ontwindend, vol in energie. Gaan, zegt Evelien. Vervullend, zegt Nana. Uh, Janine zegt het shiftje naar de next level per direct. Gaan, durven, zegt Natasja. Um, ik zegt ik zou ook willen bewijzen dat het de investering waard is. Uh, Reggie zegt excitement en dat zou binnen twee maanden 80.000 euro investeren zijn. Uh, nou ja, zo even kijken hoor. Veel comments. Dankjewel voor iedereen. Het is ook een mooie Peter zegt. Ik denk dat het gaat voelen als een reset. Complete overgave. Ook een mooie van Helene. Het zou aan mezelf laten zien dat ik de deur naar meer heb opengezet. Um, Pamela zegt, eerste reactie, ver van mijn bed show. En dit is interessant Pamela, dus dankjewel voor het delen. Eerste reactie, ver van mijn bed show. Tweede reactie, wauw, yes. Um, en dus... Er zitten een aantal interessante comments bij. En dankjewel iedereen voor, uh, voor die comments. Um, de eerste reactie vaak als het om zoiets gaat... En het, het hoeft niet eens alleen om financiële investeringen te zijn... ...dat kan ook andere commitment zijn. Het eerste is van, oeh... ...en vaak komen we niet veel verder dan dat. Dus ik vroeg net van, oké, okay, wat is je eerste reactie? Auw, spannend, dit en dat. Wat is je tweede reactie? Oh, best wel tof en exciting en cool. Um, um, en is zegt, wauw, yes. Um, dus de eerste reactie is van, oeh, uh, nee, ik kan niet, uh, whatever. Dan, dan zitten we in ons hoofd of in onze directe stressreactie... Maar als je me een klein beetje doorvoelt... dan vervolgens is hmm, dit is wel interessant. Dit is wel interessant. En oh, wow, dat zou dit met me doen en dat met me doen. En ik heb hier ook met mijn vrouw de laatste tijd wel vaak over... dat we heel vaak... magic is beschikbaar... maar door een eerste stressreactie of wat dan ook... komen we niet daar voorbij, zeg maar. We, komen niet, we maken die stap niet omdat die eerste reactie veel verder dan dat, denk ik niet. Maar wat nou als je even door die eerste reactie heen voelt? Door die eerste reactie heen voelen, daar is vaak een Quantum Leap beschikbaar. Dus wat mij is opgevallen de laatste tijd, als ik het heb met ondernemers over, wat is je ideaalbeeld? Wat zijn je dromen? Waar wil je naartoe? We kunnen heel goed visualiseren. We kunnen heel goed zien wat we willen en dat soort dingen. Trouwens, niet iedereen kan dat heel goed. Ik denk dat dat voor ons allemaal nog heel veel te winnen is. Dat we nog op een heel ander level kunnen, kunnen spelen. Maar we kunnen heel goed um, visualiseren, dromen, ideale plaatje voor ons zien. Maar bij de meeste mensen blijft het bij een voornemen. Het blijft bij een voornemen. En weinig mensen gaan echt voor die commitment. De meeste mensen gaan niet voor die commitment. Het is een visualisatie. Het is een, een, een ding wat mogelijk in de toekomst ooit gaat gebeuren. Maar meestal gebeurt het niet, omdat we niet die commitment maken. We blijven steken op een voornemen. Nou, de sleutel tot een echt succesvol internet. En ik ga een beetje uh, up en down met deze masterclass. Ik ga naar bijna meta zeg maar naar superpraktische praktijk. De sleutel tot een echt succesvol internetbedrijf. En nu echt de kans dat iedereen deze masterclass gaat verlaten. Maar blijf nog even. In ieder geval nog drie minuten. Um, ...zodat je in ieder geval niet... ...die eerste stressreactie die je nu gaat krijgen... ...die klopt niet, trust me. De sleutel tot een echt succesvol internetbedrijf is... ...consistency en commitment. En het woord consistency krijg je waarschijnlijk... ...buikpijn van van... Oh, oh, ...consistency. Consistency voor jouw bedrijf... ...kan er echt voor zorgen... ...dat je knetterveel geld gaat verdienen. Knetterveel geld gaat verdienen. De reden dat je nu misschien rond die 100.000 bijvoorbeeld... ...om dat getal nog even te gebruiken... ...blijft hangen, is omdat je... Niet consistent genoeg bent. Nogmaals, blijf even hangen. Ik weet dat dit gewoon echt het meest boring ding is en blijven even hangen. Bij consistency, wat ik bedoel, en dit is ook hoe ik heel veel klanten heb geholpen om mega jumps te maken op een lange termijn, maar ook al op een korte termijn, maar echt op lange termijn, is keep doing what works, because it works. Als iets werkt in je business, ga dan niet wat anders doen. Tuurlijk moet je andere dingen doen. Ik heb het gehad over creatief, creatief zijn. En nogmaals, blijf even hangen. Maar wat we doen, we hebben een succesvolle strategie en we gaan weer wat anders doen. En we laten die succesvolle strategie, die laten we achter. Of misschien voelen we het al minder. De Facebook-ads zijn te hoog geworden. Dus we zijn maar gestopt met webinars of wat dan ook. Keep doing what works. It works. Maar de vraag is, moet jij consistent zijn? moet jij als persoon consistent zijn? Moet jij elke dag hetzelfde doen? Moet jij de strategieën die je bedenkt die ooit altijd werkten, moet jij die maar blijven doen voor de rest van je leven? Ja of nee? Tuurlijk niet. Je wil naar een ander level. Je wil quantum leaps maken. En het is mooi, Reggie zegt challenging met een creatief brein. En dit is nog zeg maar van de vorige slides. Ons creatieve brein moeten we 100% omarmen. Jij als persoon hoeft niet per se consistent te zijn. Je hoeft niet alles... wat ooit heeft gewerkt, zelf altijd maar... blijven doen. En als we hebben het vandaag over... webinars. Dus, gaan we terug naar de praktijk. Als je kijkt naar mijn big breakthrough in 2019... weet je, ik geef al sinds... 1864 geef ik al webinars. Maar in 2019 heb ik qua webinars nog een... mega doorbraak gekregen. 2019 voor mij, dat jaar... was unbelievable. Alsof ik voelde dat er een crisis aankwam, zeg maar, dat je niet meer in het vliegtuig moest stoppen, stappen. Dus dat jaar in 2019 ben ik vijf keer naar Miami gegaan. We zijn naar Curaçao gegaan. We zijn, weet ik wel waar ik allemaal naartoe ben geweest. Ik heb uh, een periode van 100 dagen ben ik zo goed als offline geweest in 2019. En het was magic. Dat jaar was gewoon echt magic. Ik heb, ik heb maximaal eruit gehad, alsof ik gewoon aanvoelde van ik moet er nu uithalen. Ik had voor 2020 ook heel veel toffe dingen gepland. 2020. Ik doe die investering van 100.000 dollar voor Genius Network. Want, omdat ik dan zes of zeven keer per jaar naar Phoenix zou gaan. Naar die 100k groep. Geen één keer naar die 100k groep geweest. Geen refund gevraagd. Um, 2019. Qua lifestyle fantastisch. Fantastisch jaar. Gewoon echt fantastisch. 2019. Heb ik met webinars, webinars 2,1 miljoen gedraaid in 2019. Ik deel dit nooit. 2019, 2,1 miljoen. Met webinars. Dat is een ding, zeg maar. Oké, okay, keer doet 2,1 miljoen met webinars in een jaar. Weet je wat ik zeg? Ik doe al sinds 1864 webinars. Dit is cool, maar het is niet eens superspannend voor mij dan, zeg maar. Wat spannend is en exciting... Hetzelfde is mooi, hè? Nederlands en Engels combineren kun je hetzelfde woord gebruiken. Exciting klinkt beter. Wat exciting is, dit is 2,1 miljoen was passief. Passieve inkomsten uit webinars. Moet jij steeds hetzelfde doen? Ik moet elke donderdag een webinar geven. Ik moet er... Nee, dat hoeft niet. Als je de code hebt gekraakt. Als je de code hebt gekraakt. Wil je niet zelf de hele tijd hetzelfde doen. Want dan ga je diep van binnen ga je gewoon een klein beetje dood elke keer dat je steeds weer hetzelfde doet. Maar en dit is waar de meeste mensen, de meeste ondernemers, op een laag level blijven zitten, of een relatief laag level blijven zitten. Ze hebben de code gekraakt. Ze kunnen het niet nog veel vaker doen, want ze worden er gewoon gek van. Ze moeten weer wat nieuws doen. En één keer werkt een webinar wat minder goed. En ze hebben het bewijs van oké, okay, nee, deze werkt niet meer. We gaan weer wat anders doen. Maar wat nou als je je strategische brein inzet thinking time. Als je thinking time gaat inzetten. van oké, okay, what else is possible here, zou ik die webinars ook gewoon kunnen automatiseren? Zou ik er ook voor kunnen zorgen dat de mensen die het webinar volgen, nagenoeg exact dezelfde experience krijgen dan wanneer ik hem live doe. Sterker nog, zou het kunnen zijn dat als ik het automated doe, dat mensen een betere experience krijgen. Een betere versie van mezelf krijgen en dat het gewoon structureel binnen blijft komen. De hele tijd door. Zou dat kunnen? 2019, wat ik zei, 100 dagen offline geweest. Vijf keer naar Miami, weet ik veel hoe vaak naar Phoenix, naar de Antillen... Uh, met Danielle naar Cuba geweest. Um, I don't know wat ik allemaal heb gedaan. En dit kwam passief binnen. Waarom? Omdat ik ook die creatieve brein heb en niet de hele tijd hetzelfde kan doen. Dus dit is waar intuïtie meets strategy. En die twee dingen die verweef je met elkaar. En vanuit daar kun je dus automagisch kun je gewoon echt een fantastische business en een fantastische lifestyle leiden. Dus ik ben van nature niet consistent. Ik ben van nature creatief. Jij bent van nature waarschijnlijk ook creatief. En ik leef in seizoenen. Ik voel me nu anders dan toen in 2019. Ik voel me nu anders dan in 2020. Ik voel me nu anders dan in 2018. Of 2007, wat dan ook. Ik verander, ik ontwikkel. En jij ook. Jij leeft waarschijnlijk ook in seizoenen. Jij voelt je nu ook anders dan misschien drie maand, zes maand. En ik gun je dat je, je vandaag nog of morgen weer compleet anders voelt... ...omdat je quantum leap maakt. Omarm wie je bent en wie je van nature bent... ...en wie je ook daadwerkelijk kunt zijn. En pas je bedrijf daarop aan. Strategie nummer drie is automatiseer je beste webinars. Mooie uitspraak van Dan Kennedy. He who can spend the most to acquire a customer win. Ga ik weer terug naar het begin van deze masterclass. Zijn de, Facebook ads, de ad, sorry, Facebook ads. Zijn de Facebook ads kosten te hoog? Of kun je gewoon niet zoveel uitgeven omdat het niet zoveel waard is? Hoe beter die machine staat, des te meer je kunt uitgeven. Je hebt geen grote aantallen per no nodig per webinar. Je hoeft niet 100 mannen per webinar te hebben of 200 of 500. Je kunt er zes hebben, als het geautomatiseerd is. Nou, laatste strategie zijn uh, en is een ander ding zijn deals via de DM, Instagram DM. Heb ik het over? Dus wederom één op één marketing. What else is possible here? Zie het gewoon als één geheel. Ik weet dat toen Clubhouse uh, gaande was, begin 2021. What else is possible here? Waarom was ik de ene grootste op clubhouse? En waarom was er niemand die in de wereld van teaching in de buurt kwam? Heel simpel. Ik zag het als één geheel. Dus ik zag een hele kaders, of een hele keten, zeg maar, van dingen die je met elkaar kunt koppelen. Allemaal gratis. Dus van Instagram. Uh, ja. Van Instagram. Komen ze op mijn lijst, vanuit daar komen ze in mijn clubhouse room, vanuit daar gaan ze me volgen, vanuit daar volgen ze me ook op Instagram, vanuit daar sturen ze mij een DM, sturen wij een e-book op, komen ze op een mailinglijst, vanuit, vanuit daar doen we business. Ik zag het als één geheel. En hier zag ik ook de kracht van Instagram DM. Het kan ook LinkedIn DM zijn, daar zijn we ook succesvol mee. Het kan ook Facebook DM zijn. Maar DM, direct messaging op Instagram is zo'n krachtig. Of LinkedIn of Facebook, wat er, maakt niet uit wat voor. Is zo krachtig, daar kun je die één op één marketing gaan doen. En dan hebben we Clubhouse RIP. Maar Instagram DM is here to stay. Dus de vraag is, wat ga jij eraan doen? Ik vind dit ook een mooi voorbeeld van, uh, van een klant. Ik heb de naam geblurred, omdat ik niet wist of. Uh, uh, ik heb er geen toestemming gevraagd, zeg maar. Um, gewoon via DM. Ik hoorde van Bob dat je interesse hebt in die 50.000, 100.000 euro coaching. Um, zal ik het even toelichten? Ja, klopt, ik heb interesse. Oké, okay, ik stuur een voice note. Drie korte voice notes van in totaal misschien twee minuten of drie minuten. En een half uur later. Oh my god, ik heb net in één keer een heel jaar inkomen voor een gezin aan je overgemaakt. En ik vraag hier ook, stel hier ook weer de vraag: hoe voelt dat? Want ik zie in haar reactie: oké, okay, dit vind ik spannend. Hoe voelt dat? Bruisend en spannend, nieuwe horizon. Gaat een topjaar worden, ik stuur zo'n WhatsApp. Yes, ik voel het helemaal, het bruist al. Dus, en... constant deals via je webinar. Constant deals... Um, via... één op één magic selling. En daarnaast direct marketing. Direct marketing, direct messaging... op Instagram. Deze ene DM... is 50.000 euro extra... aan de business. Waarom... Hoe kan het dat die 50.000 euro extra is toegevoegd aan de business? Heel simpel. What else is possible? Hey, DM kunnen we ook doen. Weet je, Soms hoef je geen hele uitgebreide omwegen te nemen om een resultaat te halen. Deze klant, wat een van mijn beste klanten is. Deze klant um, gaat waarschijnlijk niet een heel webinar van mij volgen. Om uiteindelijk, nee, gewoon rechtstreeks via de DM. Dus de simpele vraag is, en dit moeten we meenemen... Neem een slokje voordat ik met de simpele vraag komen. De simpele vraag is. En tatoeer je dit op je voorhoofd. Misschien niet je voorhoofd, maar misschien je binnenarm of zo. Is what else is possible here? What else is possible here? Wat is er nog meer mogelijk? En dit is wat je in grote lijnen moet willen. Je moet de grote lijnen willen dat je consistent high-end sales doet via je webinar, dus een programma van 500.000, 2.000 euro dat je constant verkoopt op je webinar. Wil je dus van een ton naar een miljoen gaan bijvoorbeeld, dat je daarnaast de hele tijd extra sales doet door magic selling, en dat je ook quantum leaps doet door platinum deals. Platinum deals is dat je de top 1% misschien wel top 0,1% van je klanten dat je die op een heel ander level gaat bedienen. Voor mij de keuze om één op één mensen te gaan helpen is voor mij een mega commitment. Dus het is niet nodig, ik hoef dat niet te doen. Dat is voor mij een mega commitment. Dat ik ga mijn tijd en leven geven aan iemand anders. En zij doen hetzelfde bij mij. Maar dit zorgt voor heel veel, um, dit doet heel veel voor mij, voor de klanten en voor de business. Dus Quantum Leaps door Platinum Deals. Maar misschien denk je, ja, wat nou als je uh, niet, zo, niet, geen Platinum Deals wil gaan aanbieden? Je wil niet deals van 10 of 20 of 30 of 40 of 50 of 100.000 euro aanbieden. Misschien denk ik ja, vind ik een beetje klein, beetje spannend. Wederom, wederom. Onze eerste reactie. Oeh, nee, wat weet je maar als je het even doorvoelt. Oké. Okay, ik heb heel lang heb ik dit niet gedaan. Ik heb heel lang heb ik geen één op één gedaan. Ik heb bijna nog nooit één op één gedaan op een klein handjevol klanten na. Heb ik heel weinig één op één gedaan. Waarom? Vrijheid is voor mij het meest belangrijk wat er is. Dat is mijn nummer 1 kenbaar. Tuurlijk mijn kinderen zijn het meest, belangrijk, maar voor mij persoonlijk zeg maar um, um, is vrijheid mijn nummer één kenwaarde. En mijn eerste reactie was altijd: nee, dat kost mij mijn vrijheid. Maar als ik dat even doorvoel van nee, man. Het is voor mij fulfilling om dat te doen. Ik vind het heerlijk om dat te mogen doen. Ik vind het super vet om dat te kunnen doen. En het voedt mij. Het geeft mij inspiratie. Veel van wat je leert in deze masterclass komt uit dat soort sessies, bijvoorbeeld. Want ik leer ervan. Maar. Je kunt ook praktisch nadenken van oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat het wel bij mij past? Misschien ben je bang dat het veel tijd kost, dat het veel energie. Ik heb voor mezelf, als het gaat om bijvoorbeeld één op één... Um, dus als ik één op één met jou ga werken... dan is het voor mij heel belangrijk om goed uitgedacht te hebben van oké, okay, wie ben jij eigenlijk? Het is niet dat zomaar allemaal mensen in mijn leven moeten komen en mij een onderdeel van mijn leven kunnen worden. Dus wat ik zei, 2019, 100% vrijheid. Fantastisch hoor. 100% vrijheid. Um, maar ik vind het leuk om met mensen te zitten die mij inspireren. Ik vind het leuk om met mensen te zijn die mij een warm gevoel geven. Ik vind het leuk om met mensen te zijn waarvan ik denk van, oh, hoe zou het met hem of haar gaan? Ik vind het leuk om met mensen te zijn dat als ze mij een berichtje sturen, dat ik niet kan wachten om het bericht te openen, omdat ik benieuwd ben hoe het met hem of haar gaat. Dan is het een toevoeging aan je leven. Dan is het een toevoeging aan je leven. Dus kun je nadenken: oké, okay, maar hoe ziet zo'n klant eruit? Voor mij, dus, dit zijn een aantal van mijn, ik zou niet eens zeggen regels, maar een soort van wensenlijst. Daarnaast wel regels eigenlijk. Als jij met mij gaat werken, als ik ga met jou, met jou als het één op één is, dan moet jij de type persoon zijn die ik uit wil nodigen op mijn verjaardag. En ik wil dat mijn kinderen je leren kennen. Op dat level moet het zijn. Ik ben niet op zoek naar mensen die ik moet oprapen van de grond de hele tijd, of mensen die op een, weet je, ik wil dat we qua golflengte 100% met elkaar gematcht zijn. Dat als ik je tegenkom dat ik heb van, hé hey man, of dat ik vanuit mezelf contact maak, weet je. Dat is het level. En ik wil uiteindelijk. Dat we op het level zitten. Dat ik jou een berichtje stuur. En zeg: Joh, man. Ik ben jarig. Kom je op mijn verjaardag? Dat is zeg maar het level. Heel veel mensen zitten niet op dat level. Niet denigrerend bedoeld of wat dan ook. Maar dat is gewoon hoe het is. Ander ding bijvoorbeeld. En ik zag. En daarom zei ik net van interessante comments. Ik wil bijvoorbeeld niet werken met mensen die, en dit, dit is, als je die comment hebt gemaakt, snap ik die comment volledig, dus het is niet um, niks lulligs bedoeld ik heb geen, geen enkele naam in gedachten, ik ga zo niet in, weet je, dus dit is niet oordelend van mij maar als iemand bij mij een investering doet van 50.000 euro of 100.000 euro en hun, hun drive is, oké, okay, nu moet ik aan de slag want ik moet dat geld terugverdienen no way dat ik met je ga werken Als ik kijk naar bijvoorbeeld Genius Network. Ik heb daar nog nooit gezeten. Oké, okay, ik moet er wat uit halen. Ik zit er altijd om gewoon lekker te kunnen ontspannen. Te leren, te groeien. En om waarde te delen. En om bij te dragen. En dan komen de magic dingen op je pad. Dus als iemand, als het te veel van afhangt, afhangt van die investering. Voelt hij voor mij niet goed. Of bijvoorbeeld. Jij inspireert mij en ik leer van jou. Dat is het level van klanten waar ik mee wil werken. Dat nadat wij, als ik je help. Dat ik na de tijd geïnspireerd voel. En dat ik van jou heb geleerd. Wat ik zei, dat ik benieuwd ben. What is he up to? What is she up to? Dat de manier waarop je leven leidt, dat die uniek is, dat die fascinerend is en super interessant. Dus ik, ik moet mijn klant echt interessant vinden. Maar dat voor jou eigenlijk heel normaal is. Misschien merk je dat bij mij met sommige dingen: dat is echt interessant dat hij dat doet. Voor mij is dat heel normaal. En zo heb jij mogelijk ook dingen waarvan ik denk: hé, hey man, het is echt interessant dat het voor jou heel normaal is. Ik wil werken met mensen die grootse dromen hebben en die ervoor gaan. Ik heb soms een gesprek met iemand die dan interesse heeft in één op één. En dan kom ik erachter, ja, ze hebben gewoon. Hun, hun ambitie is niet. Ze, ze, zijn, ze zijn gewoon content met waar ze nu zijn en dat is gewoon prima. En dat vind ik fantastisch. Maar het moet mij ook voeden. Dus ik vind het mooi om te werken met mensen die bereid zijn om te doen wat oncomfortabel is. En niet bang zijn om big moves te gaan maken. Want dat lights my fire. En een andere kernwaarde die mijn klant moet hebben, en het hoeven ze niet te vertellen, wat dan ook maar is een beetje gevoelsmatig. Dit moet bij ze voelen: It's friends and family over everything. Dus dat er een bepaalde loyaliteit is, zeg maar, dat dat voorop staat versus weet je, dat het hele transactionele dat het niet eens een ding is. En ik wil werken met mensen die intrinsiek geïnspireerd zijn en geen externe motivatie nodig hebben. Ik ga mensen, natuurlijk, motiveer ik mensen. Maar daar doen ze geen investering voor. Ze doen een investering. Zodat ik hun kan helpen om die inspiratie en motivatie die ze al hebben, die er al in zit, die ze niet van mij nodig hebben. Dat ik die op de juiste manier kan kanaliseren. Uh, uh, van hun inspiratie en hun drive. Ik wil werken met mensen die dingen op hun eigen manier doen en daarop vertrouwen. En ik wil werken met mensen die niet bezig zijn met de omzet die ze volgend jaar willen draaien. Of met de targets van volgende maand. Ik zit ook niet zo in elkaar. Ik ben helemaal niet bezig met hoeveel omzet ik volgend jaar kan draaien... ...of hoeveel geld ik volgende maand ga verdienen. Ik vind dat targets limits zijn. zijn beperkingen. En het type klant is... ...je bent bezig met hoe jij de beste, meest pure en gelukkige versie van jezelf kunt worden... ...en hoe je vanuit daar de aankomende tientallen jaren exponentieel kunt expanden. Targets zijn limits. Dus hoe kun jij de meest vibrant, gelukkige, expansive persoon worden... En daar wil je excited over zijn. Dat is wat je vet vindt. En dat je er dan op vertrouwt, vanuit daar gaat, gaat mijn hele leven veranderen. En mensen die het zichzelf gunnen. En die er gewoon alleen maar zin in hebben. Dus natuurlijk mag het een beetje spannend zijn, maar de lading die zit er niet op. Je hebt er alleen maar zin in. En je zorgt goed voor de medemens. Is ook belangrijk voor je. En je hebt grootste dromen. En de keuze om met mij te werken vertegenwoordigt de commitment naar die dromen. En nogmaals. Ik wil dat mijn kinderen je leren kennen. Dat is mijn ultieme doel. Dat ik denk: van, ja, kids, je moet hem echt leren kennen. Of je moet haar leren kennen. Want dit is echt bijzonder wat diegene doet. Hoe die, hoe die, hoe die persoon is. Dus dit zeg maar. Ik ga niet zomaar één op één met iemand werken. Dit moeten de voorwaarden zijn. Dus ook bij één op één. En ik hoop dat je nu aan het leren bent. What else is possible here? Misschien heb je klanten ik oh, ik wil geen één op één meer doen. Dat kost me te veel energie. Heb je zo'n lijst? Heb je het zo duidelijk voor je?